Lieve dames en heren, een ongelooflijk goede dag. Mijn naam is Lucas de Man. Ik ben onder andere tv-presentator van de programma's Kunstuur en Mannenkunst op de Avrotros. Maar ik ben ook de presentator van het live kunstprogramma De Grote Kunstshow in Theater Rotterdam. We doen dat nu al een paar jaar en natuurlijk dit jaar ook weer op 11 februari. En even voor de mensen die denken, wat was dat ook alweer? Of wat is dat überhaupt, De Grote Kunstshow? Rustig, ik ga het u uitleggen. Dat is als volgt. In een theaterzaal waar normaal theater wordt gedaan, brengen wij fysieke kunst. Beeldend, video's, dingen uit het lucht, schilderijen. Komt overal opgereden en gedaan. En daarbij doen wij dan theater en dans, interviews, de verhalen. Dus in plaats van 11 seconden naar een kunstwerk te kijken en dan weer door te lopen, zoals vaak in een museum gebeurt, gaan wij u 1,5 uur meenemen doorheen een kunstverzameling. Alleen, dit jaar doen we het speciaal. In plaats van de hele verzameling of hele collectie van iemand of een bedrijf te nemen, gaan we 1 kunstenaar en zijn team doen. En niemand minder dan Atelier van Lieshout. Met Joep van Lieshout als de grote, soms perverte, maar altijd geniale bedenker. Wij gaan zijn werk aan u laten zien. En even voor de duidelijkheid, op 11 februari doen we 3 shows. 1 om 11 uur, dat is een familievriendelijke. Dus iets minder pervers, maar daarom niet minder. En om 2 en om 4 gaan we vol in Joep van Lieshout. Echt, van al zijn verschillende periodes krijgt u werk te zien. Met daarbij muziek van Waldorf bijvoorbeeld. Of van Club Gewalt. We krijgen interviews, er komen wetenschappers. En natuurlijk genoeg viezigheid, vunzigheid en inspiratie voor een heel jaar tot het jaar daarna. Ik zou zeggen, 11 februari, ik zie u graag bij De Grote Kunstshow met Atelier van Lieshout.